Een muntje. Een muntje. Uiteraard kunnen we er nagenoeg niks meer op lezen. Het is wel een oudje. Heel oud muntje. Ik heb hier een stukje van een... Zeg, hou je mond eens even. Ik heb hier een stukje van een koperen pot. En, dit is, ik denk, een pootje ervan. En toen ik het graven was, dacht ik even dat het een groot stukje ijzer was. En daar komt nou het voordeel van mijn pinpointer vandaan. Want als het ijzer is, dan klinkt die donker. Maar als het geen ijzer is, blijft die hoog klinken. Het is maar een kleinigheidje, maar daardoor weet ik wel meteen dat het een koperen pot is. Of tenminste een stuk van een koperen pot. Een voetje ervan. Ja, leuk. Nee, ik neem hem mee. Ik maak hem schoon. Misschien staat er nog wel wat op. Oh, het is wel warm, jongens. Het is echt warm. Ik ben helemaal de intro vergeten zelfs. Leuk dat jullie kijken naar een nieuw avontuur van de Toy Soldier. En ik verwacht niet een heel groot avontuur, want ik ben op een stukje land waar ik al heel veel gelopen heb. Waar niet zo heel veel ligt ook. Maar het is wel een stukje land waar ik vandaag op kan en langs reed. Dus ik ben blij dat ik even aan het zoeken ben. En ieder dingetje wat ik vind is bonus. Ik ben in ieder geval lekker bezig. En er is gemaaid, dus kort gras. Zien jullie hem leggen? Kijk hier. Dat is een gesp. Het is wel een veel voorkomende vorm, maar toch is die vrij robuust. Ik vind hem vrij dik. Leuk. Leuk. Dat is een prachtig signaal. Nou zeg, hou hier. Ach, nee. Kogel. Nee, een huls. Sorry jongens. Een kogelhuls. Nou ja. Kijk, dit is zo'n gesp die komt heel onzeker over. En dat komt omdat die voor de helft uit ijzer bestaat. Maar ja, maakt hem niet minder gesp. Het is een wat jongere gesp. Werd vaak gebruikt om die halsbanden van koeien, vee, goedkoop. Makkelijk. Als het weg raakte was het niet zo erg. En sterk. Een centje. En dan ook letterlijk gewoon één centje. Uit. Nou, het jaartal kan ik niet meer zien. Een centje. Het is een sleutel. Nou, die is ook niet zo heel oud, denk ik. Ik dacht zelf eerlijk gezegd, omdat ik hem zo erin zag zitten, dat het een hondenpenning zou zijn. En dat had ik eigenlijk ook een klein beetje gehoopt. Maar ja, niets is zoals het lijkt, want het is een sleutel. Even schrok ik even, want ik dacht dat ik echt een heel gaaf gouden knoopje gevonden had. Maar nou dat ik hem boven water haal, oh nee, boven de grond haal, zie ik en voel ik dat het, ik weet niet wat het is. Wat voor spul, dan moet ik zo nog even kijken. Ik ga even kijken of ik hem in het water een beetje schoon kan maken, want dan zien jullie misschien wat ik zag. Ik denk even zo goed wel dat het een mooi knoopje is hoor, daar gaat het verder niet om, maar... Goud is het zeker niet. Ik ga alleen maar even een knoopje schoonmaken, meer niet. Maar ik heb even een beetje water nodig. Is dat goed?
Als ik nou een beetje door mijn knieën ga. Nat waterkantje, even een droog stukje zoeken. Ik moet er niet invallen, want dan is mijn camera stuk. Rustgevend trouwens, hè? Als je langs het slootkantje zit en die jonge koetjes, die zijn lekker. Ja, het zijn pinken. Die zijn lekker aan het grazen. Prachtig. Maar goed, ik zou het knoopje even schoonmaken. Nou, ik heb hem ietsje schoner gekregen. Maar het is aluminium. En dat kleurt soms een beetje goud in die veengrond. Dus als je dit omhoog haalt en je ziet wat glinsteren. En je ziet dat het mooi bewerkt is. Ja, dan schrik je even. Best een hele leuke vondst, maar het is aluminium. En that's it. Nou, meid, als jullie nog even doorgrazen, dan ga ik even doorgraven. Omdat ik hier al best vaak gezocht heb. En dan gaat er op een gegeven moment steeds minder en minder leggen. Ga je steeds meer en meer nauwkeurig zoeken. En ga je alle twijfelgevalletjes ga je ook opgraven. Dat betekent dus ook dikke vette hoefijzers. Maar moet je nou eens voorstellen, want ik heb niet zo onwijs veel verstand van paarden hoor. Maar volgens mij moet dit een onwijs groot paard geweest zijn. Als ik dit zo bekijk. Heb jij nou verstand van paarden? Hoe groot zal dat paard geweest zijn die deze hoefijzer gedragen heeft? Zo slecht komen die muntjes er hier altijd uit. Je ziet op de afdruk bijna nog meer als op het muntje zelf. Dat is de afdruk. Dit is het muntje. Helemaal verrot. Voor de mensen die zich afvragen wat dit is. Want je vindt ze best vaak. En meest zijn ze heel lang. Dit zijn er maar twee. Dit is de binnenwerk van een mondharmonica. Als je er doorheen blaast, dan gingen deze rietjes, die gingen, zo noem je dat. Die gingen heen en weer trillen. En daar kwam het geluid door. Maar goed, dit zijn maar twee tonen. En zo'n mondharmonica was natuurlijk veel langer. Maar dit is binnenwerk van een mondharmonica. Nou, ik moet het echt van de kruimeltjes hebben vandaag hoor. Heel oud knoopje. Kijk eens zo, ja. Heel oud klein knoopje. Vooral klein. Kijk, dat is wel leuk. Dit is een, ik denk een kastknopje geweest. En daar heb zo'n ring aan gezeten. Hier heb ik nog zo'n stukje van een ring. Dat is helemaal omgebogen. Dat heeft er zo in een ring omheen gezeten. Of misschien wel zo. En dan kon je het laadje opentrekken. Kastknoppie. Het leuke is, als je hier al gaatjes graaft, dan kom je ook pijpensteeltjes tegen. En dat is altijd wel een hele goede meting. Scherfjes en pijpensteeltjes. Een heel klein heiliggangertje. Ik hoop dat ik het een beetje goed kan laten zien. Jawel. Nou, wat een schattig dingetje, hè? Echt een leuk dingetje. Gilder erover trouwens. Jongens, ik stop ermee. Ik begin hiero te verbranden. En hiero. Dat zijn precies die twee plekken die altijd in de zon zitten. En ik heb onwijze dorst. Ik heb een liter pak met sap opgedronken, maar de dorst slaat weer toe. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik heb wel lekker gezocht. Heerlijk van de natuur genoten. Wat kruimeltjes toch nog gevonden. Dus eigenlijk best wel leuk. En zo heb ik weer wat content voor jullie ook kunnen maken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet te abonneren en het belletje in te drukken. Dan krijg je gewoon een notificatie en hoef je niet af te wachten. Of te kijken. Of hoef je het niet toevallig te zien. Maar dan krijg je gewoon een soort notificatie. Dat is altijd leuk. En makkelijk. Vooral dat. Makkelijk. En gratis. En ik hoef nog maar een paar honderd. En ik zit op de 11.000 subscribers. Vind ik ook leuk. Dus doe me de lol. Druk even de knopje in. Bedankt voor het kijken.
Tot de volgende keer.